Hey, leuk dat je kijkt naar deze video. In deze video ga ik je de techniek laten zien die ik heb gebruikt om deze kaart te maken. Het is een kaart met verschillende vlakken met een waterige look. Wat heb je hiervoor nodig? Nou, een stukje aquarelpapier en washi-tape. Je kunt washi-tape in verschillende diktes gebruiken, maar voor deze kaart gebruik ik een wat bredere washi-tape. Even een noot vooraf. Washi-tape heeft verschillende plaksterktes, zal ik maar zeggen. Dus check vooraf even hoe sterk jouw washi-tape plakt. Een bredere washi-tape heeft meer plakoppervlak. En om te voorkomen dat ik dan achteraf beschadigingen ga krijgen, want het moet namelijk ook weer van het aquarelpapier af, haal ik het even langs een poederzakje. Je kunt het washi-tape tegelijkertijd ook gebruiken om je aquarelpapier op je craft sheet te plakken. Wat je ook kunt doen is bijvoorbeeld gridpaper gebruiken om je te helpen met het recht plakken. Je ziet dat dat bij mij echt een beetje op gevoel gaat. En het patroon wat je kiest, ja, dat is een klein beetje afhankelijk van wat je zelf leuk vindt. Je kunt recht plakken, zoals ik dat heb gedaan. Maar je kunt ook bijvoorbeeld schuine vlakken maken. Nou, als je helemaal tevreden bent over het patroon, dan ga je je inkt uitzoeken. Ik gebruik een aantal kleuren, 4 kleuren. Maar je kunt ook 1 kleur gebruiken. Het aanbrengen van de inkt doe ik met een sponsje. Ik heb voor iedere kleur inkt 1 sponsje genomen. En die heb ik ook gemarkeerd met een stukje, zelfde kaartkarton. Het aanbrengen van de inkt doe ik in ronde bewegingen. Het is niet echt een heel precies klusje, omdat je natuurlijk zo meteen ook met water gaat werken. Hoe meer inkt je aanbrengt, hoe intenser de kleur. En dat heeft ook weer invloed op het resultaat. Dus deze techniek is niet geschikt om met hele lichte kleuren te doen. Je moet echt wel een beetje een intense kleur gebruiken, zodat het dadelijk met het water gaat uitlopen. Nou, en als je alle kleuren hebt aangebracht, dan ziet het er zo uit en kun je de washi tape heel voorzichtig weer gaan verwijderen. Nou, je ziet hier dat het scherpe vlakken zijn geworden. Als je dit leuk vindt, kun je het natuurlijk ook zo verwerken. Maar ik wil graag dat de kleuren wat gaan uitlopen en door elkaar gaan lopen. Dus gebruik ik een spritzer om wat water erop te spuiten. Ik leg er nog wel even een stukje keukenpapier onder om te voorkomen dat alles nat wordt. En water wat dan langs de randen wegloopt, kan dan gelijk opgenomen worden. Je spuit gewoon heel het stuk aquarelpapier nat. Je wacht even en dan kijk je zeg maar wat de kleur doet. Je kunt vervolgens nog een beetje heen en weer wiebelen. Maar je kunt ook zo'n luchtpompje gebruiken om de kleur een beetje te bewegen, zeg maar, over het aquarelpapier. Kijk, mijn bedoeling met deze achtergrond is dat er niet hele scherpe vlakken zijn. En dat het wit van de afscheiding, zeg maar, toch een beetje is opgevuld. Nou, als je tevreden bent over het resultaat, dan kun je het geheel laten drogen aan de lucht. Of je kunt een heat tool gebruiken om het droogproces wat te versnellen. Wat je hier wel gaat zien, is dat op het moment dat de inkt droog is, dat de kleur wat minder intens is als eerst. En dat bedoelde ik dus daarnet met van... Je hebt echt wel een beetje intense kleuren nodig om resultaat te bereiken.
Nou, je ziet dat het papier misschien nog een beetje bobbelt. Dat kun je heel makkelijk wat terugduwen. En je zal zien als dit is opgeplakt, dan zie je daar verder niks meer van. Nou, voor de verdere versiering heb ik gebruik gemaakt van de winterwensen bundel. Ik heb gebruik gemaakt van de lange tekst. En die heb ik gestempeld op, de wat lichtere, op het wat lichtere vlak. Zo kon ik de kleur paars weer terug laten komen. Nou, de stansen die zijn gedetailleerd, maar er zijn ook een aantal stansvormen die je kunt gebruiken om gestempelde afbeeldingen uit te stansen. Nou, wat ik heb gedaan om een beetje in het thema te blijven, is ik heb wat gedetailleerde stansen heb ik uitgestanst uit aquarelpapier en die ga ik nu kleuren met inkt om een beetje in het thema te blijven. Hiervoor doe ik wat inkt op een acrylblokje. Zo, je kunt hier dus eigenlijk ieder glad oppervlak voor gebruiken. Dan pak je een penseeltje met wat water en dan ga je je stansjes kleuren. Nou, je maakt je penseel goed nat en dan neem je wat kleur op van het acrylblokje. En dan ga je gewoon een beetje zo slordig over de stansvorm heen. Ik heb hier zeg maar het geluk gehad dat de vormpjes er niet uit zijn gekomen. Dus ik kan op één vlak werken. Maar als dat niet het geval is, dan moet je een beetje draaien of heen en weer gaan met het stansje. Wil je meer kleur, neem je meer kleur op van het acrylblokje. Wil je wat minder, dan gebruik je gewoon wat meer water. Nou, wanneer je klaar bent met het aanbrengen van kleur op je sneeuwvlokken, dan dienen ze even te drogen. Ik gebruik hiervoor weer een heat tool om het drogingsproces even te versnellen. Het voordeel van het drogen met een heat tool is dat je gelijk kunt zien of je tevreden bent over de kleur. Zoals ik net al zei, wordt de kleur iets lichter op het moment dat alles droog is. En je kan dan heel makkelijk nog corrigeren voordat je je kaart afmaakt. Nou, en vervolgens haal je dan je stansjes uit het vel als dat nog niet is gebeurd. Met een Take Your Pick tool kun je de hele kleine deeltjes zeg maar uit het stansje halen voor detail. En daarna ga je de kerst of de sneeuwvlokken ga je dan opbouwen. Ze passen allemaal heel leuk in elkaar. Wil je zeg maar echt een beetje een 3D-effect op je kaart, dan kun je er één, kun je er twee of meerdere op elkaar plakken en dan verwerk je ze op je kaart. Ik moet zelf altijd een beetje puzzelen van hoe ik het allemaal ga plakken. Doe ik ze links, doe ik ze rechts. Dus uiteindelijk kom ik er wel, maar het duurt altijd even. Nou, en dit is dan de kaart geworden. Ik heb de twee opgebouwde sneeuwvlokken. Een beetje speels op de basis geplakt. Leuke rhinestone in het midden.
En aan de onderkant heb ik nog wat plaksteentjes geplakt in een bijpassende kleur. Als je kijkt in het witte, ik weet niet of dat goed te zien is op de camera, maar dat heb ik nog een klein beetje opgevuld met kleine sneeuwvlokjes, omdat ik het toch een beetje aan de witte kant vond. Nou, dat was dan de techniek voor het maken van deze kaart. Ik hoop dat je het leuk vond. Mocht je nog vragen hebben, neem dan vooral contact op. Ik help je in ieder geval graag. Doei doei!